even get to cross. Van de Akker, Emming, de Boes, Lani van de Bos,
farla. Hemming, nu aan de binnenkant naast Van der Akker. Van der Akker probeert het wel om dat gas dicht te houden. Buitenom. Wat houdt dat kruis zo in voor hem in? Eén plek terug, één plek terug. Ik heb geen idee van mij. Ik zit ook absoluut de bruin aan. Hemming Deus de Zodeen als winnaar mee op de startcar. Als dit allemaal zo blijft. Laatste ronde loopt. Van der Akker biedt in elk geval genoeg tegenstand bij Hemming. Hemming komt er nog niet omheen. Voor het wedstrijdbeeld is het mooi. Van der Akker hier op de finishlijn samen met Hemming. Dan is het op de derde plaats Boes. Vierde Van Veen, vijfde zie ik hier Bornuidense voorbij komen. En als de zesde is het Van der Bos. Dan komt Manon Boes op plaats 2. Jarno Hemming denkt, oh wacht even, Manon weg. Ik moet er heel snel achteraan. Dan krijgen we Bornuidensen op plaats 4. Niek van der Akker samen met Lani van der Bos. Vanaf die laatste rij op je af naar voren toe. We zijn maar 10 plaatsen van de startkar te spelen, dus moet je wel snel opschieten. Nou, Hemming die denkt, buitenom is geen optie, ik ga wel binnen door. Dan ben ik maar sneller ook. Oh, wil je weer zenuwachtig doen? Ja, hij rijdt gewoon op kop hoor, niks aan de hand. Dat gaat goed zo. Ja, dat gaat prima. Hemming voorop, Bornuidensen. Sorry, Bornuidensen, die zit in de aanvoerder. Het is vanaf nu op de tweede plaats. De derde plaats is toch altijd voor Matthijs van Veen. Die ondanks de grote problemen vandaag nog toch in elk geval twee marges kan rijden. Van der Akker nu naar plaats 3. Voorlopig komt uitslag. Hemming dus op 1, Boes op 2. Op 3 hebben we dus Niek van der Akker. De vierde is dan Matthijs van Veen. De vijfde is Bornuidensen en de zesde is Lani van der Bos. Maar er is op dit moment geen vuiltje aan de lucht voor Jarno Hemming. Nee, dat is gewoon daar. Tot nu toe gewoon goede wedstrijderij en ook met de nodige punten samen. De derde marge moest hij dan even afstaan. Is hij dan tweede geworden in plaats van de eerste. Maar dan nog. Vandaag heeft hij gewoon drie overwinningen. Dus twee overwinningen heeft hij al. De derde is in de maak, zullen we maar zeggen. Jarno Hemming, de 139 aan de overzijde. Heeft een flink gat geslagen richting Manon Boes. Boes die op de tweede plaats zit. Heeft natuurlijk iets wat averij opgelopen. Misschien dat de sporing er toch net een beetje anders is dan normaal. Het is wel uitgedeukt in die hoek, dus ik denk dat ze er wel maar een beetje hebben. Er zit er echt een duidelijk verschil in tussen de snelheid van Jarno Hemming en de weglering ten opzichte van bijvoorbeeld Manon Boes. En ook een Niek van der Akker, die daar toch gewoon
ruime achterstand krijgen. Voor drie ronden te rijden. Dani van der Bosch gaat maar eens proberen of dat ze Cornelissen kan inhalen. Ze zoekt toch even in zijn kaartje, probeert aan de buitenkant erbij te komen. Maar ze is er nog niet aan voorbij. Erbij is één, maar voorbij is twee. De laatste twee ronden hebben we dan nog. De laatste twee ronden dus voor de meiden in de race. 139, Jarno Emming. Manon Boes voorlopig nog altijd op de tweede plaats. Lijkt redelijk safe. Van de Akker is niet direct bij machten, zo te zien, om daar een verandering in te brengen. Laatste ronde dus zoals gezegd. Kijk wat er gaat gebeuren. Emming dus op de eerste plaats. Hij krijgt de finishvlag voor de derde keer vandaag. Als eerste. De finale is gewonnen door Emming. Maar die tweede plaats, wie wordt het? Wordt het Van de Akker of wordt het Van de Bos? Sorry, het wordt Van de Akker wordt dus tweede en Boes wordt derde. Althans, in mijn ogen, elektronische waarneming, moet ik dan eventjes bevestigen. Maar volgens mij is het Van de Akker 2 en Boes 3.